In de vorige video heb ik laten zien hoe je slides toevoegt aan de slideshow. Ik wil nu laten zien dat je onder het menu borduren een andere slideshow kunt plaatsen waarin je bijvoorbeeld veel borduurwerk laat zien. En daarvoor is het nodig om even in de administrator te kijken naar de module Frontpage Slideshow. Wanneer je kijkt, dan zie je dat die inderdaad op de positie Mask Top staat en dat die onder de pagina's aangeeft dat die varieert. Als ik nu klik op Frontpage Slideshow en ik kijk aan de linkerkant, hier links onderin, dan zie je dat er een menutoewijzing is en dat Atelier MDB blauw is. Dat betekent dat deze module alleen vertoond wordt als het menu-item Atelier MDB actief is. Dat klopt ook, want nu is het menu-item Borduren actief en je ziet geen slideshow. Maar klik ik nu op Atelier MDB, dan is dat module-item, dat menu-item actief en dan is de slideshow wel zichtbaar. Ik ga dus een module maken die actief is als borduren, als het menu-item borduren actief is. Ik sluit even de frontpage slideshow. En ik ga nu de module, deze module, Frontpage Slideshow, die ga ik kopiëren. Dat kan hier met deze knop rechtsbovenin. En je ziet nu een kopie van Frontpage Slideshow. Hij is niet actief, dus hij is niet zichtbaar. Maar ik ga hem eerst aanpassen, want we willen dat deze zichtbaar is als het menu-item borduren actief is. Dus ik ga deze in en ik ga hem noemen Frontpage Slideshow Borduren. Want hij moet actief zijn als borduren actief is. Nou, dan ga ik weer naar linksonder en dan geef ik hier aan dat hij vertoond moet worden als borduren actief is. En ik sla hem op. Hij is nog steeds niet actief, want ik ga hem pas actief maken op het moment dat ik nieuwe slides heb toegevoegd. Nou, om die slides toe te voegen, dat heb je in de vorige video kunnen zien, ga ik naar componenten, frontpage, slideshow en ik maak nu een nieuwe categorie aan. En die categorie die noem ik ook borduren. Rechtsbovenin nieuw. Categorie borduren. En voor de rest kijk ik hier even niet naar. Ja, laat ik het maar wel doen. De uploaded images die moeten 200 pixels breed worden. En de thumbnails die blijven 100 breed. Oké, nu heb ik een nieuwe categorie. En omdat er nog weinig tijd is voor deze video, laat ik in een andere video zien hoe je slides toevoegt aan deze categorie.